zult teruggaan naar Amsterdam om uw boek te maken. U zult de Hollanders en andere Europeanen de schoonheid van dit land laten zien. Tonen hoe de planten, insecten en dieren samenkomen in een kringloop. De zoete rijkdom van fruit en vruchtbaarheid. De schatten van Suriname. Jacoba, je meester heeft jou aan mij uitgeleend om me te helpen bij mijn werk. Hij vertelde dat er mensen bij je komen voor medicijnen tegen de hoofdpijn en om wonden te helen. En dat je weet hoe je middelen moet maken om insecten op een afstand te houden. Ja, ik weet een aantal dingen. Wat is dit voor een vrouw? Ze is niet zoals de andere Hollanders. Altijd met de neus in de insecten, altijd bezig met het hoe en waarom. Zie je hoe die rups van dat licht groene blad eet? De rups aarzelt met eten. Misschien weet hij dat dit de plant is die wij gebruiken om baby's te laten stoppen met groeien in onze baarmoeder. Heb jij een baby vermoord? Ga weg. U kijkt beter naar insecten dan naar mens. Ga weg. Ik heb genoeg van dit land. De hitte. De wespen. De domme blanken die me uitlachen omdat ik meer geïnteresseerd ben dan in suiker. Suiker betekent hier alles. De blanken blijven binnen in hun huizen. Ze verbranden in de zon. Ze verrotten in het vocht. Ze worden ziek en sterven. Ze zijn als maden in een nest. Mijn lieve Akuba. Mijn lieve zoekgeraakte meisje. Leef je nog? Ik kan het voor je vragen. Mevrouw Sibylla, laat mij met u meegaan. U kunt het vragen, maar wie zal u de waarheid Jacoba. Vertellen? Jacoba! Geduld. Ik moet geduld hebben. Maanbloemen. De kleur van een melkachtige maan. Ze groeien in het wild. Witte aardappelen die er goed uitzien. Smakelijk. Smakelijk voor een rups. Maar jij en ik kunnen ze niet eten. Mijn portfolio, mijn aantekeningen, mijn schilderwerk. Meer dan een jaar werk. Ze is in leven. Heb je nieuws? Ik heb iets gehoord. En? Ze is vrij.